Ik ben Sharaf Ayoun, 26 jaar oud. Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening. En ik doe onderzoek in een IPO-groepje. Team Leefomgeving is dus een initiatief vanuit de gemeente die in het wijkcentrum is gevestigd. En dat is eigenlijk een schakel tussen bewoners in de buurt, in de wijk eigenlijk, en de gemeente. En zij hadden geen onvoldoende inzicht in de behoeften van bewoners. En dan vooral behoeften met betrekking tot spelen. En dan hebben we het over kinderen, speelvoorzieningen, waar spelen zij, wat kunnen wij doen om dat beter te maken. Wat gaat al heel goed, waar moeten we meer gebruik van maken. Dus we hebben een student vanuit fysiotherapie, dat is Suzanne. We hebben een student vanuit ergotherapie, dat is Nadine. En we hebben een student vanuit sociaal-pedagogische hulpverlening, dat is Melissa. Wat ik van de dames heb geleerd is dat er eigenlijk heel veel invalshoeken zijn om naar een soort van probleem te kijken. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar het contact. Suzanne heeft dus vanuit de fysiotherapie vooral gekeken naar het belang van spelen, van waarom is spelen belangrijk voor de ontwikkeling. Nadine heeft heel veel gekeken naar hoe gaat dat, zeg maar, en hoe spelen kinderen en wat daarin ook belangrijk is. En Melissa heeft heel veel gekeken naar toch het creatieve gedeelte ook. En welke meerwaarde dat heeft, is dat ik bijvoorbeeld als ik een vraagstuk heb van een cliënt dan waar ik dan bijvoorbeeld geneigd ben om het vanuit mezelf op te lossen, kan ik bijvoorbeeld met een collega van mij daarover sparren van hé, hoe denk jij daar eigenlijk over? Of met iemand die dan net een andere functie heeft voor een andere invalshoek van hoe denk jij daarover? En zo kom je uiteindelijk tot een mooier geheel. En daar heeft de cliënt ook zeer zeker profijt van, denk ik dan. Als je kijkt naar wat je ervan overhoudt, wat je daaraan overhoudt, wat je ervan leert, ja, dat is zo gigantisch veel. En het is ook heel echt, heel rauw, omdat je met mensen, met bewoners in contact bent en mensen bevraagt. En je ziet wat je daarvoor terugkrijgt van mensen. Dat is heel mooi. En dat geeft echt heel veel zelfvoldoening. En ik zou echt iedereen willen adviseren natuurlijk. Maak zelf een overweging, maar het is echt een hele mooie ervaring. Het was gewoon heel verhelderend en daar wil je gewoon iedereen voor bedanken natuurlijk. En dat je hiervan deel hebt mogen uitmaken. En ik hoop dat dit gewoon langer blijft bestaan, omdat ik wel echt de meerwaarde zie van wat bewoners hieraan kunnen overhouden, wat cliënten hieraan kunnen overhouden. En dit is voor mijn gevoel wel de manier van de toekomst.